Britt gaat dus de kuur doen. Die denkt, laat ik nog even een patatje nemen. Dan komt het er straks lekker uit tijdens de kuur. Blijf ik beter zitten. We mogen op de cover, dat is toch fantastisch? Ik vind het zo leuk hier, dat maakt vaak ook bijzonder. Is dat Maar nee, ik vind het zelf ook hartstikke leuk. We hebben er zin in. Kijk eens eventjes. Die is ook Wauw, die vind ik mooi. Die vind ik mooi. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn filmpje. Nou, het was het hele weekend natuurlijk best leuk, want ik ben het hele weekend naar Jumping Amsterdam geweest. Ik heb ontzettend genoten, dat was super gezellig. Ik heb zelf ook nog mogen rijden vrijdagavond met de opening op een prachtig paard, limited edition. En samen met Britt Dekker, we hebben vreselijk gelachen en vreselijk genoten. Nou, weer een uur op de home trainer gestaan. Het was wel even pittig en zal ik nog een uurtje trainen op een paard, want vanavond is de grand opening van Jumping Amsterdam, 60 jaar. En dan ga ik een limited edition dingetje doen. Ja, we zijn onderweg naar de rij, want ik ga zo even repeteren op een paard. En dan moet ik zingen. En het is vanavond de opening. Hoe dat gaat gebeuren, heb ik nog geen idee. Britt gaat een kuurtje doen, zoals het er nu voor staat. Maar hoe het gaat... nou, ik hou mijn hart vast. Het wordt vast hartstikke leuk. Ja, we zijn hier bij Jumping Amsterdam. Het is 60 jaar, dus dat is ongelooflijk, een jubileum. En deze meneer, die kennen we natuurlijk allemaal. Wim Bonen. Ook 60 jaar. Ook 60 jaar. En deze assistent er fantastisch bij. Nou, ik mag vanavond een liedje zingen op een paard, maar een heel bijzonder paard. Het paard heet namelijk Limited Edition. En dat is een Fries. En ik hoop dat dat gaat lukken. Ik ga eerst een langzaam liedje doen waar Britt een kuur op gaat doen. Ik kan er nog weinig over zeggen natuurlijk. Maar ja, hoe dat loopt weet ik niet. En daarna ga ik Amsterdam zingen. En dan hoop ik dat het paard rustig blijft. Of hij slaat op hol. Ik zie het wel. Maar zijn haren zijn in ieder geval gekamd. Hallo. Jij neemt nog even... Jij bent nou helemaal zenuwachtig, zie ik. Ik ben heel zenuwachtig. Ja, ik zie het. Weet je, ik vertel je bent helemaal wit. Dat is ook niet goed. Nee, maar schat, komt helemaal goed. Gerard, ik vertelde vanmiddag aan het ANP-nieuws dat jij geen angst kende. Dat jij in de bespreking zei, oh, lijkt me gaaf om op twee paarden te staan. Nou, die deugels. Ik heb het wel eens gedaan vroeger, hè. Ik heb het gedaan. Niet. Hongaarse post, bedoel je. Het heet Hongaarse post. Echt lef. Maar heb je je paard al gezien waar je op gaat? Die is niet normaal. Ja, prachtig. Het is een hengst. Nou, ik ben toevallig nogal hengstig vanavond. Dat komt goed uit. Maar goed, Britt gaat dus de kuur doen. Die denkt, laat ik nog even een patatje nemen. Dan komt het er straks lekker uit tijdens de kuur. Blijf ik beter zitten. Nou ja, in ieder geval. Ja, en wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Wij zijn ook heel vereerd, Britt, dat we dit mogen doen. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja, maar we vinden het ook wel een beetje eng. En een beetje spannend. Ik ben bloednerveus. Hé, hey, en ik... Hou je vriendje trouwens? Nee, dankjewel, schat. Dit hou je aan ook, of niet? Nee. Ik ben wel iets underdressed. Gelijk met jou, ik heb jouw jasje gezien. Was iets te veel van het goede. Dat is echt heel mooi. Maar ik moest wel aanpassen aan het hoofdstel van dit prachtige paard. Oh, dus dit is niet normaal. Kijk, daar komt hij aan. Er zit ook een klein glittertje boven zijn hals. Ja, maar een beetje jammer. Hij heeft met je haar voor zijn hoofd. Nee, maar weet je, jij doet de kuur. Ik sta op. Ik moet wel even kijken waar ik kom te staan, hè? Ja, we moeten volgens mij alles gaan bedenken. Zijn we er slechts voor echt ooit. Ja, dat is sowieso. Nee, maar het gaat om dat ik gewoon stilsta en jij dan die hele dingen doet en ik gewoon zing op het paard zittend. En daarna, dan zeg ik dames en heren een groot applaus aan Britt Dekker. En dan ga ik even stapvoet. Moeten we trouwens wel even goed bedenken. Zeg maar, we moeten van tevoren zeggen dat met applaus moet iemand mijn paard vast hebben. Want met applaus gaat hij op hol. Ach, Jezus Christus, moet je er maar nou nog allemaal vertellen? Nee, maar dat zeg ik wel. Dat soort dingen onthoud ik wel. Want die kan niet zo goed tegen applaus. En harde muziek heb je daar, dat ga ik vandaag voor het eerst doen. Ik heb al een kleine repetitie gehad, maar toen zei die vrouw aan het einde toen ik klaar was. In het echt is het wel nog 10 keer harder. Ik zie de droom al in duigen vallen. Even kijken hoe dat voelt, want ik heb er al jaren ook al niet meer gereden. Dus ik moet even... Even aftasten. Er zit wat kracht in deze, dat heb ik al lang gezien. Ja, het is wel handig genoeg wat dat betreft. Prachtig. Dit is het paard waar je vanavond op gaat... Ja, dit is limited edition, hè. Je ziet er prachtig uit. Wat een werk ook weer, zo'n dier, hè? En hij is van Judith. Dat vergeten we ook niet, want de naam staat erop. Ja, mooi dier, hè? Ja, niet normaal. Ja, mijn is een beetje wild, dus die heeft echt een paar minuten nodig. Om zeg maar een paar rondjes te lopen. Die kijkt hier weer. Die weet niet, die kan heel wild zijn. Wat doen wij? Wat doen wij? Ze staan net verkeerd voor. Ook zo goed? Zo, en dan gaat hij rechter eroverheen. 1, 2.
Kom een beetje voor je zitten. Vind je goed? Ja, almost. Moet even zorgen. Geen tijd of zo? Bal van de voet op de beugel. Moet je die beugels wat langer doen? Nee, de beste balans. Zou ze iets langer moeten, denk je? Ja, iets langer. Jongens, sorry, ben ik wel weg. Nee, ik heb het iets langer, dat is beter. Wel, hè? Ja, dat ook. Het staat je prachtig. Dankjewel. Ja, maar je voelt natuurlijk wel dat het een enorm dier is gewoon. Ja. Het is natuurlijk niet een lullig ponypaardje. Een brok van 800 kilo. Maar is dit echt netjes? Ik hoor het vanaf de kant ook niet zien. Oké, okay, ja. Aan de kant zijn ze gewoon mooi, als je er echt goed op. Ja, nee, oké. Okay. We zitten hier nog even gezellig wat te eten hier bij Jumping Amsterdam. En nou ja, ik moet zo optreden met Brits. Ik heb geen idee of dat allemaal wel goed gaat, want ik hou mijn hart vast. Ik heb allemaal vreselijke verhalen gehoord over die paarden, maar we gaan het maar gewoon doen. En 1, 2, 3 in godsnaam. Maar ik ben blij als het 8:30 is. Dan hoor ik weer dat de koningin ook nog komt. Nou, het moet niet gekker worden. Nou, we zijn even in de stallen hier bij Jumping Amsterdam. Het ziet er prachtig uit, prachtige paarden. He? Ja. Mooi om even te kijken. Die worden allemaal heel goed verzorgd. Hé, vriend? Kijk eens. Dat is toch super cool dit. Hoi, vriend. Wat leuk. Wat zijn ze aan het doen, Gerard? Nou, ze zijn even toch de microfoon vast aan het maken aan mijn arm. Omdat ik denk dat als het misgaat, dan moet ik toch de teugels pakken allebei. En dan laat... Hij mag iets korter nog, hoor. Oh, ja. Zo, iets hier. En op die bal van de voet om mijn buik laten hangen. Nou, dat lukt wel. Ja, geloof ik. Ja. Goedenavond, dames en heren. Hey, ben je klaar voor een liedje zingen dat jij de keur doet? Dat lijkt me wel handig. Ja, is goed. Ben je er klaar voor? Het was heel goed dat de eigenares er ook een beetje bij bleef. En die zegt, laat hem maar los, dan gaat hij misschien gewoon in galop. Dan kan ik wat makkelijker aan. Dat heeft geen angst, het is geniaal. Voordat we deze show zouden doen, zei ik, ja, ik wil graag op twee paarden staan. En toen dacht ik, oh, hier heb ik echt respect. Ik ben Nick van Ormond en we gaan zo lekker een fotodriktasje maken voor het 100% NL magazine. We mogen op de cover, dat is toch fantastisch. En ik vind het zo leuk, Kira, dit maakt vaak ook bijzonder. Is dat eens maar nee, ik vind het zelf ook hartstikke leuk. We hebben er zin in. Ja, en we gaan een interview doen met allemaal vragen naar aanleiding van songteksten. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Woe.
Zing, vecht, haal, bid, lach, werk en bewonder. Prachtig. Ik vind het een heel mooi liedje. Ik moet zeggen, ik ben zelf nog meer gecharmeerd van als het om Shaffy gaat, om Laken. Mm-hmm. Omdat die tekst dan volgens mij nog weer bij me past. Maar dit is wel het leven. Zing, vecht, haal, bid, lach, werk en bewonder. Het is te prachtig. Stoeltje weg. Heel leuk hoor. Stoeltje weg. Ja, heel mooi. Jezus, ben je knap, Ger. Knap voorbij gelopen zeker. Kijk eens eventjes. Die is ook klaar. Oh, wauw, die vind ik mooi. Die vind ik lief. Maar deze vind ik ook heel leuk. Kijk, ja, je vindt het leuk, doe lekker je duim omhoog. En denk je van, hey, ik wil abonnee worden. Je weet het, kost niets. Kan allemaal. Groetjes van Geer. Tot snel. Bye bye.